Goed, voor iedereen die het gemist heeft, de afgelopen weken. Hoe gek deden de politici? En belangrijker nog, hoe zinvol was dat? De winnaar is Jan Peter Balken. Al lekker van die zon genieten, maar doe dat dan wel met mate. En goed smeren. Goed smeren. Dus ik heb altijd geleerd dat de vitamine D ook goed is. Hè? Ja, dus het, je moet ook niet bang voor de zon worden, nee, maar je moet je er wel tegen beschermen. Dit is geen string, volgens mij. Kijk dus, wat slippers. Zal ik met ze meelopen? En ze zijn 65 euro. Ik begrijp heel goed dat partijen gewoon zeg maar andere wegen zoeken om kiezers te bereiken die misschien niet klassiek naar, nou, iets daarna vandaag kijken of buiten of de weekendbijlagen van de Volkskrant en NRC lezen. Dat ze ook in die huiskamers proberen te komen, maar dan moet je dan wel proberen met inhoud, gekoppeld aan het persoonlijk verhaal. Pinkpop, zoals met Cohen, dat is een risico. Want die mensen komen daar niet voor politiek. Die komen daar om naar muziek te luisteren. En misschien zelfs de muziek waar Cohen helemaal niet van houdt. Dat voelen mensen gewoon en dan word je daar uitgehield. Dus blijf daar weg. 2-1. Veel plezier! De kiezer wil uiteindelijk vooral zichzelf herkennen in de politici die voor hun neus staan. Dus ja, dan wil je wel dat dat iemand is waar je op kunt vertrouwen. Ja, wie vertrouw je meer dan jezelf? Druk is rotzooi en dat is de boodschap die je wil overbrengen. Ja, dat is gewoon echt een ultieme wanhoopspoging om te laten zien dat hij ook gewoon bij de gewone mensen hoort. En dat je dus op hem zou moeten stemmen nog. Maar ik denk dat in zijn geval hij zijn laatste race wel gelopen heeft. Dat kan toch niet waar zijn, minister? Dat het werkt alleen als het authentiek is. Als mensen dingen doen die dicht bij henzelf staan. Ja. Hebben u zelfs t-shirts gemaakt, begrijp ik, van u ja, kijkt zo lief. Het is een commerciële hit aan het worden. Je wilt weten, wat voor mensen zijn dat nou? Vertrouw ik die ook? Maar ja, politici die dan over shownieuws zitten te praten in programma's, daar zijn ze niet voor. Ik heb al zoiets van, schoenmaker, hou je bij je leest. Blijf serieus met je vak. Ik vind zelf eigenlijk, ik heb het vaak gezegd, een premier, ondanks dat bij RTL is, hoort niet in boulevard. Een badje vet op de tafel gezet. Nou, het helpt wel om mensen nog aan de buis gekluisterd te houden, want het houdt het in ieder geval nog enigszins spannend. Maar ik denk niet dat je er veel kiezers mee over de streep trekt. Ik denk dat we teruggaan. Andere, dat we een kentering krijgen. Dat politici bij de volgende campagne wel zien dat dit soort dingen niet werkt. Dat ze echt naar de inhoud moeten. En ja, misschien via sociale media, nieuwe media, wel een aantal dingen moeten doen. Om te laten zien wie ze zijn. Twitter? Maar, Twitter bijvoorbeeld. Maar ook niet te gek op Twitter. Niet de voetbaluitslagen van je kinderen. Dat je een stoombad gaat nemen. Of dat je koffie gaat drinken. Of een broodje zalm eten op een terras met een glaasje witte wijn. Het is allemaal worst geweest. Daar gaat het allemaal niet om.